Hallo iedereen, welkom weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Mochten jullie nieuw zijn hier, ik ben Thalisa, welkom. Ik zou het heel fijn vinden mochten jullie abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is gewoon altijd leuk, hè. Dan zijn we met een grotere familie hier. Dus, dat is niet vergeten. Oh, het heeft deze nacht zo hard gewaaid. Ik ben trouwens net terug binnen van kantoor. Het is 12 uur. Het heeft zo hard gewaaid dat heel ons terras overhoop ligt. De stoelen... Milky, ça va? De stoelen en zo van de lounge zetels zijn zelfs gaan waaien. Maar oké, ik ga dat zelfs opruimen. Mijn neus is er een kei spannend en fijn pakje binnengekomen. Jullie weten, kerstmis is voorbij. En dat wil zeggen dat Thalisa natuurlijk weer heel haar interieur gaat veranderen. Allee, ik heb al heel veel veranderd, zoals jullie in vorige vlogs hebben gezien. Allee, gewoon eigenlijk fasen en zo'n dingen. En dat wil dus ook zeggen dat ik posters ga veranderen of nieuwe posters ga hangen. Van, jawel, het is Senjo, mijn favoriet. En mijn pakje is net binnengekomen. Dus, I'm gonna show you everything. Er zitten ook twee dingen bij, of drie dingen zelfs, denk ik, voor mijn zus. Omdat het is bijna Valentijn. En ik weet dat mijn zus op haar kot heel graag posters wil. En ik dacht, waarom niet voor Valentijn voor mijn zus posters kopen? Ik dacht, dat gaat gewoon een leuke verrassing voor haar zijn. Ze houdt heel veel van vintage dingen. Dus ik heb wat vintage posters uitgekozen voor haar. Ik hoop dat ze die mooi gaat vinden. Oké, ik ben echt super excited. Vooral ook gewoon voor die posters voor mijn zus. Ik weet niet waarom, maar ik ben al... Oei, jullie wiebelen heel hard. Ik ga jullie ergens anders opzetten, een secondje, want... Oké, ik denk dat dit beter gaat zijn. Wiebelt nog, maar minder hard. Let's take a look, hè. Ik heb ook een iets andere stijl voor mijn zus. Dat is ook wel eens leuk dat jullie dat kunnen zien. Want ik ben altijd voor de zwart, wit en gouden kaders gegaan. Maar voor mijn zus ben ik voor de eiken kaders gegaan. Super mooi ook wel, vind ik. Maar de eikenkleur is persoonlijk niet iets wat in ons interieur past. Maar ja, voor mijn zus zie ik dat gewoon ook wel helemaal. Ah, wacht, ik zit fout. Ah nee, dat is juist eik. En dan, oh ja, dat was ik al vergeten. Ik heb ook nog deze. Dit is een licht eik. En die ik als eerste liet zien is ook licht eik. Dus ik zal even het verschil laten zien. Dit is licht. Deze kant rechts. En deze kant hier links is donker eik. Dus voor mijn zus heb ik donker eik. En ik heb ook voor mijn schoonmama, voor Valentijn, voor Niels zijn mama dus, ook nog twee posters besteld. Was ik al vergeten. Ik was in een goede bui en weet je, mijn schoonouders, Niels en mama en stiefpapa, doen zoveel voor ons. Ik heb hen ook echt oprecht heel graag. Ik ben echt super blij dat ik zo'n schoonouders heb. En, allee, ja, er zijn nog niet officieel mijn schoonouders natuurlijk, maar ja, je weet wat ik bedoel. En ik vind gewoon dat af en toe wel eens iets terug kan doen of mag doen. En ik, zoals ik al zei, ik geef heel graag aan anderen. En nu gewoon met Valentijn in het vooruitzicht, dacht ik dat dat wel leuk was. Want mijn schoonouders krijgen een nieuwe zetel, dus die gaan hun living wat veranderen. En ik dacht, oh, dat zou kei tof zijn als ik dan voor hun kader een poster kan geven. En ja, voor mijn zus gewoon, omdat ik weet dat zij altijd zegt dat ik heel veel mooie posters heb. En ja, ik ben natuurlijk een grote Desenio fan en ik switch heel graag en heel veel, zoals jullie wel weten. En ik heb zoiets van, ik ga mijn zus dat ook geven, die studeert nog en zo. Dus ik dacht, waarom niet, hè? Let's surprise her. Hier heb ik de grote map full of posters. Let's see, hè.
Ik heb dus ook wat posters voor mezelf besteld, hè? Even om dingen te zijn, want ik heb niet alleen maar voor mijn zus en mijn schoonmama besteld, maar ook voor mezelf. Oké, voor mijn zus zijn 3 vintage posters. Als eerste deze. Deze is met allemaal vlinders. Super tof, van onder staan ook hoe die vlinders noemen en zo. Oh, en dat is dan ook nog eens in het Duits. Leuk. Want we zijn Duits, maar mochten jullie dat niet weten. En hier staat het wel in meerdere talen. En dit zijn soorten cactussen. Echt iets voor mijn zus. Mijn zus is ook echt een plantenfanaat en een dierenfanaat. Dus dat is echt perfect voor mijn zus. Ik ga die trouwens ook al in de kaders steken, want dat is natuurlijk leuker om dat zo af te geven dan zo te zeggen, hier is een kader, nog een plastic en een poster. En dan deze voor mijn zus. Dat is ook wel een beetje, dat ze gezegd, dat heeft te maken met Anna-Maria Island. Die andere heb ik gekozen, maar deze had ze zelf gekozen. Omdat ik zei, je mocht van mij 2 kiezen. Dus ze heeft deze gekozen en deze. Dat is een zanger. En ik kom even niet op de naam. Ik weet echt niet meer wie. Is dat Jim Morrison? Nee, ik weet niet. Ik moet direct even opzoeken. Maar alleszins, deze 2 had ze gekozen en die andere 2 heb ik als verrassing erbij gedaan. En dit heeft ook zo wat te maken met waar we altijd op vakantie gaan. Er zijn keigel pelikanen. En ook weer zo'n vintage. Dus dat gaat ze ook super leuk vinden. Ik zal trouwens even eerst opzoeken welke zanger dat is voor ik dat vergeet. Ah, het is denk ik Freddie Mercury. Even kijken. Ja, Freddie Mercury. Ik zeg, wat zeg ik? Jim Morrison. Nee. Fout, dat is dat fout. En dan zie ik al 2 posters die ik voor mezelf heb gekozen. Deze 2. Deze 2 ga ik in de gang hangen. Hieronder. We hadden er eerst een spiegel hangen, maar die is spijtig genoeg kapot gegaan. Ik was er tegengelopen. Heel verhaal. En 100.000 stukjes op de grond. Dus ik dacht, ik ga daar 2 posters hangen, zwart-wit. Hier staat op, Honey, your soul is golden. Ik dacht, dat is super tof als mensen binnenkomen en dat lezen. Dat is zo direct good vibes. En de andere is een roos met zo'n lijntekening erover. Ook echt super mooi. En daarvoor had ik nog 2 kaders. Ik heb nog 2 lege decennio kaders met te switchen. En die ga ik daarin hangen. Dan had ik nog deze hele mooie. Ik weet nog niet goed waar ik die ga hangen, maar die vind ik ook mooi. Ik weet ook wel, mijn ouders hebben een keuken helemaal laten verven, wit en veranderen. Dus dat zou ook mooi zijn daar. Ik ben echt in een gift-giving mood, hè. Amai. Maar ik geef wel altijd graag, maar toch. Ik heb echt zo zin om cadeautjes te geven. Misschien met Valentijn het vooruitzicht. En dan heb ik voor mijn schoonouders deze 2. Super mooi. Heel mooie, simpele posters. Hier hebben we zo'n soort pampasgras en hier gedroogde bloemen. Ook gewoon de kwaliteit is echt zo top. Je ziet echt elke, elk deeltje van de bloem, elke nerf van de bloem vind ik echt wel top. Ik heb ook al posters van andere plaatsen gehad vroeger, maar ik moet zeggen dat het niet nooit zo'n goede kwaliteit was. En de decennio verbaast me echt elke keer met de kwaliteit van de posters. Ook gewoon, dit is nu een 70-50 formaat. Dus super groot. En kijk hoe mooi kwaliteit gewoon. Ja, echt super leuk. Oké, dat zijn dus de posters die ik allemaal heb besteld. Jullie zien dat ik vrijgevig was, maar nogmaals, Valentijn. En ik vind Valentijn is niet zo alleen voor u en uw partner. Maar je mocht ook soms uw familie of vrienden verrassen op Valentijn. Hè? Nee? Ik vind het wel. Dus ik dacht, leuk. Ik was in een goede bui. En ik ga nu alle foto's in het kader steken.
Oké, voordat ik deze pasters en kaders ga steken in de vlog, wou ik ook nog even zeggen dat ik een kortingscode heb. Die is Thalissa10 en daarmee krijg je 10% bovenop de 25% korting die er al is op de Designer site. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Deze is niet geldig op de kaders, de handpicked en de gepersonaliseerde posters, maar op al de rest wel. En deze korting is geldig van 29 januari tot en met 1 februari. Ik zet hier ook onder in de beschrijving een directe link dat de korting ook gewoon direct geldig is en wordt verwerkt. En dan zou ik zeggen, heel veel shopplezier en kies heel mooie posters uit. Als jullie er gekozen hebben, laat het mij zeker zien op Instagram. Stuur mij een berichtje met een foto, want ik ben heel benieuwd. Oké, ik ga beginnen met mijn zusharen Freddie Mercury poster. Was toch Freddie Mercury, hè? Ja. Denk het wel. Maar ik ga de beeldjes versnellen, want anders gaan jullie bored zijn, hè, als ik elke poster zo ga inpakken. Dus let the timelapse begin! Oké, ik heb ze allemaal in kaders gestoken. Deze zijn onze twee. Die ga ik zelfs ophangen in de gang. Hier heb ik die van mijn zus allemaal. Super mooi. Ik vind het wel echt leuk in deze eikenkaders. Al is dat niet mijn ding om zelf in het huis te zetten, zo van die echte eikenkaders, vind ik dat wel heel tof. Dat past echt wel bij mijn zus haar sfeer. En deze vind ik ook heel mooi, deze kaders. Deze zijn voor de schoonouders. Die vind ik echt ook zo prachtig. Ik zal ze even naast elkaar zetten. Kijk hoe mooi. Wauw. Het is echt zo mooi. Cute, simpel, maar toch zo heel aesthetic. En zo zie je maar hoeveel verschillende stijlen je ook gewoon hebt op Desenio. Je hebt echt voor iedereen iets. Want dit is echt zo mijn zusterstijl. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat vinden. En dat is ook echt gewoon perfect bij de schoonouders. Top! Jullie vragen mij trouwens ook altijd hoe ik mijn kaders ophang. Dat is echt no joke. Mijn meest gestelde vraag. En ik gebruik dit. Deze plakspijker, dit zijn nu de strips, want de spijkers heb ik. Dus once and for all, ik gebruik dit. Ik gebruik zelfs deze voor kleinere kaders. Dat gaat. Deze, ik heb ook de grote. Jullie vragen ook altijd welke maten. Maakt niet uit, ik kijk gewoon hoeveel kilo dat kan houden. En voilà, that's it. Ik wissel gewoon heel graag met mijn kaders. Dus daarom heb ik er gewoon... Ja, van die plakspijkers heb ik er zoveel. Omdat ze gewoon easy is. Dat laat niks na op je muur. Ik heb al mensen gehad die zeggen, oh, mijn verf komt ermee af. Dan heb je ofwel slechte verf, ofwel verwijdert je het niet goed. Want hier is dat nog geen ene keer gebeurd. Op mijn appartement waar ik woonde is dat nog geen ene keer gebeurd. En ik verwissel mijn kaders echt heel vaak. Dus ja, dan weten jullie dat. Moet je gewoon te goed kijken hoe je het moet doen op de beschrijving. Maar ik vind dat gewoon super easy, want ik bestel heel vaak nieuwe posters bij Desenio. Ik denk toch 4 keer per jaar of zo. Omdat ik gewoon zo graag switch. En een poster brengt zoal een hele nieuwe sfeer, vind ik, in je huis. Dus daarom gebruik ik ook die spijkers, omdat dat uitplakspijkers, omdat dat gewoon easy is. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Ze hangen. Ik ga het licht even uitdoen. Het wordt wel zo wat blauwer, wat donkerder. Maar zo heb je niet de weerspiegeling.
Jij. Jullie vragen ook heel vaak of ik dan meet waar ik wat hang. En nee, ik doe dat echt puur op gevoel. Maar je ziet, ze hangen zo goed als perfect. Dus ik kijk gewoon en ik ben er echt een pro in geworden. Maar ik vind ze wel echt heel leuk hier, omdat we hebben hier echt een gigantisch lange witte muur in de gang. Nu hebben we hier deze twee super mooie binnenkomers, vooral deze. I love it. En aan deze kant hebben we een foto van ons twee, dat is trouwens ook een decennio kader. Maar die foto heeft Celine gemaakt. Dus jij, very happy with it. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Ik vind het echt super mooi. Oké, ondertussen is Milky in de doos gekropen. En Milk, is het leuk in de doos? Ja? Oké, dan zal ik even wachten met het op te ruimen. Goed? Blijf maar zitten. Blijf maar zitten, hè? Cutie. Milky blijft hier recht liggen. Oké, Milk. Oké. Maar ik heb wel dit gespoten. Philly Way of zoiets, classic, voor rustig te worden, want Milky gaat binnen 4 uurkes om 5 uur naar de kapper. Dus ik wou dat testen en hij wordt er precies wel echt kalm van. Hij is echt zo rustig. En ik heb ook van de dingen even nog Sogourmet meegebracht, dat eet ze heel graag. Voor als ze terugkomt van de kapper, maar natuurlijk ook een voor een muffin, want anders is die buiten gesloten. Maar ik ben benieuwd en ik heb ook dit meegebracht. Training pads voor in zijn mandje als ik hem naar de kapper breng, want Milky plast heel vaak in zijn bakje als ik die naar de dierenarts of zo moet brengen. Dat is wel zielig, maar dat is uit schrik. Want als jullie mij, ons op Instagram volgen op Mangeloop, dan weten jullie dat Milky uit broodvak komt. En elke keer als hij in de auto moet, plast hij. Je zou denken dat komt omdat hij in zo'n mandje moet zitten, zo'n draagbak. Maar dat is het niet, want ik heb hem er ook al vaak uitgehaald en dan plast hij op mijn schoot. Dus die plast altijd. Nu naar de kapper is echt niet ver, dat is hier vlakbij. Dus ik hoop dat hem niet plast, maar de dierenarts raadde dit aan om dat in zijn bakje te leggen. Als hij dan plast, is dat daarop. Dus we will see, hè, of het allemaal gaat werken. Hij heeft echt super veel klitten. Ik zal het proberen te laten zien. Eens kijken, hè. Hier heb ik er al wat weggeknipt, maar ik krijg hem niet gekamd. Ja, je gaat het niet zien, maar hier echt... Onderin is alles gewoon helemaal verklit. Je gaat dat nu niet zo zien, maar je voelt dat wel. Het is echt ene klit. Het is echt zo zielig en hij wil echt niet dat ik het kam of knip. En uit ervaring weet ik als ik hem ergens laat kammen, dat hem zich dan wel laat doen. Dus dat gaan we vandaag doen, hè. Of misschien wordt hem wel geschoren, kan ook. Hem ups. Dus hier is ook een klit bijvoorbeeld. Hier zit je ene, en dat is maar een kleintje. En dat zou ik nu wel los krijgen natuurlijk, maar ja, toch. Oh, dat is echt zielig, vind ik. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Muffin! Oké, zat uurtjes begonnen. Wat ik dus zou zeggen, heel benieuwd hoe dat gaat gaan. Ik hoop... dat dit dan maar rustig houdt. Ik hoop dat ik hem kan belonen met lekker eten. We zullen het zien, hè. Het kan zijn dat die kapper gaat bellen van... kom hem maar halen, want ik kan hem niet kammen. Maar ik hoop dat het lukt. Het is in het verleden al best wel wat gelukt. En ik heb hem ook wel eens een keer bij de dierenarts binnengebracht. Trouwens, mijn muziek staat op. Even afzetten, want anders... Hey Google! Hey Google, stop de muziek. Want anders heb ik copyright claims. Oh. Hey Google, waarom stopt die nu niet? Hey Google, hey Google. Kijk hoe lang dat duurt, hè. Hey Google, hey Google, hey Google, hey Google.
Hey Google, stop de muziek. Oké, hij stopt aan mij. Ik ga even buiten alles wat te groeien zetten, wat omgewaaid is. En deze bak is opengewaaid, zoals je kunt zien. En dat heeft hier zo wat ingeregend op die kussens, dus ik weet niet echt wat ik daarmee moet doen. Ik ga dat misschien maar gewoon even zo wat open laten, dat dat kan drogen. En dan zelfs toekomen doen, want het gaat toch niet regenen. Ik wou zeggen, waar is dat lampje? Het lampje is hier. Amai. Het wordt ook tijd dat terug lente wordt, dat mijn basilicum en mijn munt dat plantje terug kunnen bloeien. Deze moet ik nog naar mijn papa doen. Ik heb ook al zin om onkruid te trekken. Maar ja, ik ga even wachten tot het lente is. Want, maar je ziet, de voegen hier beginnen echt groen te worden. Maar dat krijgen we er wel uit natuurlijk, eens het lente wordt. En mijn kerstboom is omgewaaid. En deze stoelen zijn helemaal gaan waaien. En dan matje. Maar dat matje gaan we wel naar het stort doen. Even, maar dat is echt kleddernat. Dus ik had dat hier even gelegd om te drogen. Deze hebben we wel afgedekt. Maar ik haat echt hoe het terras er nu uitziet. Dat onkruid en dat groen. Och, ik kan niet wachten tot het zo mooi weer is en een zonnetje. Allee, daarom hoeft het niet gigantisch warm te zijn. Maar dat we dat hier allemaal kunnen aanpakken en terug proper kunnen maken. Sok is helemaal nat. Ik heb dat vuil wat een beetje weggeveegd. Hopelijk dat er geen plekken blijven. We gaan zien. Amai, het is koud buiten. Nu zie je. Kijk hoe nat. Tussen 1 uur, kwart na 1 zelfs al. Ik heb een machine handdoeken was opgezet. En ik ga even soepje eten. En iets even opzet op tv. Ik weet niet, een vlog of zo, denk ik, op YouTube. En dan ga ik monteren. Ha! Zijn ondertussen weer even verder. En een paar vlogs erna. En nu, Celine stuurt mij, sorry. Ik was even afgeleid. Nu ga ik even mijn nagels peilen. Ik bijt die echt de hele tijd eraf sinds ik geen nagels, geen gel of zo meer heb. Kei vervelend. Mijn pitticus is trouwens klaar. Ik heb mijn regels, dus ik heb best wel wat last van buikpijn en rugpijn. Dus pity to the rescue. Mijn batterij heb ik opgeladen, zie ik. En ja, ik ga zo wat versterken om de nagellak erop doen. En een beetje veilen, maar ze zijn echt extreem kort gebeten. Ik was altijd een nagelbijter. En nu mijn nagels eraf zijn. Nu de gel eraf is, dus terug weer. Oké, en nu dacht ik even in mezelf, ik ga eens eyeliner doen. Volgens mij gaat dat nog wel goed passen bij mijn ogen. Dat klinkt misschien raar. Ik heb dat nog nooit gedaan, zo'n cat wing. Dus ik ga het proberen. Het kan zijn dat ik helemaal fail. Oké. Niet slecht, ook niet goed. Maar nu vind ik toch ineens dat ik er niet mee sta.
Ik dacht dat dat wel mooi ging zijn, maar nu zijn mijn ogen zo klein. Ik weet niet. Mijn ogen lijken zo klein nu met mijn gezicht. Misschien moet ik die lijn nog wat meer naar buiten doen. Ik durf dat niet, want ik denk dat ik dan dat ga fokken en dat ik zo, dat, dat zo heel ongelijk gaat zijn. Oké, ik ga het gewoon zo laten. Good try. Oké, ik heb geen update niet meer gedaan van gisteren. Ik ging gisteren met Milky naar de kapper, de kattenkapper. Dat was geen succes. Want ik was echt juist terug thuis. En toen belden ze mij dat ik Milky mocht komen halen. Want die man kreeg hem niet gekamd. Ik weet wel dat Milky niet zo goed mannen vertrouwt. En dat mannen daar moeilijker iets mee gedaan krijgen. Dus ik dacht wel al van oei. Maar ja, hij blaasde. Hoe zeg je dat? Blies of blaasde? Niels? Okay. Zeg je blies of zeg je blaasde? Hij blaasde de kaars uit. Hij blaasde, oké. Okay. Denk ik ook. Dyslexie right here. Ja, ja, blazen. Dan moeten we zeggen puffen, hè? Hij puffte. Puffen, is dat puffen? Ja. Dat is iets anders. Hij, hij puffte. Ik zeg blaasde. Naar die man, en hij wou die hele tijd krabben. Dus dat is niet goed, hè. En die man kreeg er echt niks mee gedaan. Kreeg die niet uit zijn kooitje. Ja, die man had ook wel al een halsband aangedaan om hem vast te maken. En ik denk dat, dat Milky dat ook niet leuk vond. Want ja, als hij al zo bang heeft en dan nog eens vastgemaakt worden. Dus heb ik vandaag gebeld met een vrouw in Lummen. Die ook katten kampt, maar enkel katten. Want die gisteren deed bijna altijd honden en dan soms dus een kat. Dus die hondengeur zal... Weet je dan het zien? Bij mij aan het luisteren. Ik heb niet alles gehoord van die... Nee. Ik weet dat Muffin en Milky samen gaan, maar wat jij zo, weet ik niet. Ja, dus woensdag, die gaat komen, ga ik Milky en Muffin samen naar de kattenkapper brengen. En gaan ze samen gekamd worden. Dus... ik heb besloten om Muffin ook mee te sturen, omdat dat dan voor Milky ook al... Wat? Samen met een rugzakje. Ja. Muffin meegestuurd. Ja, ja, ik ben... ja, dat klinkt zo. Maar ik denk gewoon dat dat voor Milky veel beter gaat zijn. Want door corona mag er niemand bij zijn en mag ik er niet bij zijn. Maar Muffin mag er wel zijn. Dus ik denk dat dat voor Milky, Niels zit me echt uit te lachen, ik denk gewoon dat dat voor Milky veel beter gaat zijn, dat hem zo niet alleen is. Dus dat gaat hem wel leuk vinden, denk ik. Leuk. Precies als schoolreisje of zo, ja. Hè. Ik ga het echt leuk vinden. Die dat je een potteke nat eten meegeeft. Ja, een potteke nat eten en twee snoepjes. Ja, mups. Hey, Mups is hier. Maar Muffin gaat echt heel graag gekamd worden. Want als ik de kam boven haal, dan wil die echt gekamd worden. Dus ik ben heel benieuwd. En normaal gezien gaat dat voor Milky ook wel goed gaan. Want ik heb die alles laten kammen bij een vrouw en dat ging goed. En dat is ook een kattenfluisteraar. Dus ik gok wel dat hij die goed rustig gaat krijgen. Die zei ook, wij maken de katten niet vast. Als ze even willen rondlopen of zo, dan staan we daar ook toe en alles. Dus ik denk echt dat dat veel beter gaat zijn voor Milky. En die man gisteren heeft me dat ook aangeraden om daar te gaan. Dus dat was wel heel lief dat hij mij dat heeft aangeraden. Dus ja, ik ben benieuwd. I keep you posted hoe dat is gegaan. Ik zal dat wel... in verslag brengen hier of op de Instagram van Niels en mij op Mangeloop. Dan zien jullie het wel. Maar ik ga ook hier deze vlog afsluiten, want ik heb het gevoel dat die heel lang is.
Zeker met de unboxing van alle Decennio posters. Ik ben ook posters gaan brengen vandaag naar mijn zus. Buiten, op afstand natuurlijk. Wat stom was, daarom heb ik dat niet gefilmd. Maar ze was heel blij ermee. Ze heeft ook wat foto's gemaakt en mij die ook doorgestuurd. Dus die gaan jullie ook wel zien verschijnen op mijn Instagram stories. Op @thalisalo. Dus kijk daar zeker voor die stories. En dan ga ik hier deze vlog afsluiten. Zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie volgende keer.